Hallo, met deze videoboodschap wil ik een paar korte opmerkingen maken over uh, de manier waarop onze samenleving met media omgaat in het algemeen. Met sociale media in het bijzonder. En de gevolgen die dat heeft of zou kunnen hebben voor uh, uh, maatschappelijke processen. En dat kan betekenen het omgaan met uh, instanties en instituten zoals de politie of de brandweer of de overheid uh, in het maatschappelijk verkeer. Maar ook uh, de manier waarop burgers en samenleving met elkaar omgaan om elkaar te maken. Dus om sociale veranderingen, structurele veranderingen teweeg te brengen. En uh, uh, deze opmerkingen gaan dus eigenlijk vooral over de bredere context. Waarbinnen media een plaats heeft in onze samenleving en in onze cultuur. En de bedoeling van dat perspectief is vooral om de aandacht een beetje van media af te leiden. Als we het hebben met elkaar over hoe mensen media gebruiken of niet, of wij zelf die media dan ook moeten gebruiken op de manier zoals de mensen die we willen bereiken. ...ze gebruiken of niet. Uh, of media en vooral het feit dat, me, dat we met z'n allen... ...zo ontzettend veel gebruik maken van media... ...een goede zaak is of een beetje gevaarlijk is... ...en misschien moeten we die dingen eens, nu nog maar eens een keer uitzetten. Of het is allemaal een hype, of het gaat allemaal weer voorbij... ...of uh, wat van uh, krantje en een croissantje... ...wat van uh, televisienieuws om acht uur, een kopje koffie erbij. Uh, um, moeten we niet terug... Na dat werk, of, of is inderdaad alles nu met mobiele telefonie, smartphones, sociale media, de toekomst. Allemaal prachtige discussies, belangrijke discussies, interessante discussies. Maar ik denk dat ze de, de, de plank ze nu dan een beetje mislaan. Of misschien gaan ze juist niet ver genoeg. Uh, mijn uitgangspunt uh, is, is dat, dat media niet goed of slecht voor ons zijn, maar dat we uh, niet zozeer met media leven. En een perspectief op leven met media eh, komt automatisch of logischerwijs uit op een discussie over die media, of ze dan wel goed of niet goed voor ons zijn, naar een perspectief van mijn leven in media. Eh, dit perspectief haal ik uit of, of werk ik uit eh, in een uh, boek wat uh, later dit jaar, in augustus. Verschijnt bij de Engelse uitgever Polity Press. Het boek heet Media Life. En, en het hele boek gaat eigenlijk maar over één ding of één gedachte, één argument, één idee. Wat als we nu niet meer met media leven, maar in media leven? Draagt dat op een, een of andere manier bij aan een wellicht rijker begrip van media en de samenleving en media in het alledaagse leven in het maatschappelijk verkeer? En, en, en wat kunnen we daar dan mee? Wat, wat, wat zijn onze, onze opties als we dat allemaal weten? Nou, leven in media is eigenlijk een heel simpele, misschien wel een bedriegelijk simpele, simpele suggestie. En wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk twee dingen tegelijkertijd: dat betekent aan de ene kant. Dat ons leven zo nauw verbonden is met media, dat we die media zelf eigenlijk niet meer kunnen zien. Soms betekent dat letterlijk dat we ze niet meer kunnen zien, dat we er niet meer bewust van zijn dat we uh, zoveel media gebruiken tegelijkertijd door elkaar heen, verschillende media, verschillende functies. Soms omdat de technologie gewoon onzichtbaar voor ons, in, voor ons is. We zien de e-mails niet door de, door, de, door, de, door de ruimte vliegen. We zien de kabels niet onder de oceanenvloer lopen. We zien de signalen niet van A naar B gaan. We, we kunnen onze computers of telefoons niet uit elkaar halen, weer in elkaar zetten. Sommigen van ons kunnen dat, maar de meeste natuurlijk niet. Uh, we snappen eigenlijk vrij weinig van alle bits en bytes en hoe nullen en ene nou eigenlijk precies werken en communiceren. Daarnaast is er eigenlijk uh, de tweede grootste verkeersstroom, wat media betreft, wereldwijd, is niet media die wij gebruiken en die wij dus vullen met informatie en communicatie, maar media die met elkaar communiceren. He, dus een machine machine-to-machine interaction in goed Nederlands. Uh, en, en dat zien wij dus ook niet. En dus in die zin zijn media ook onzichtbaar voor ons. En op een wat abstracter niveau: er gebeuren zoveel dingen in de samenleving die we eigenlijk niet meer ons kunnen voorstellen zonder media. Uh, een beste voorbeeld is misschien wel de zogenaamde Arab Spring, de Arabische lente, de, 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 de veranderingen die we eigenlijk uh, op live televisie en in sociale media zien, zien uh, gebeuren uh, in, in, het, in het hele Midden-Oosten, in het hele Arabische gebied, uh, van Tunesië tot in Egypte, tot Syrië, tot Jemen, uh, tot waar dan ook. Uh, en, en dat zijn pas, uh, denk in Amerika de Occupy Wall Street-beweging uh, of in Engeland uh, de, de rellen van vorig jaar in de zomer. Um, um, uh, vaak werd bijvoorbeeld de David Cameron regering uh, beschuldigde uh, Twitter en Blackberry van het veroorzaken van die rellen nou dat is natuurlijk aan de ene kant nonsens aan de andere kant buitengewoon interessant die rellen bestonden dus niet zonder die media dat betekent niet dat media rellen veroorzaken of dat de mensen in de hele Arabische wereld uh, zonder Facebook of Twitter uh, niet uh, boos waren op Mubarak of Gaddafi natuurlijk wel het is dus alleen dat de manier waarop die protesten plaatsvinden, en nog steeds plaatsvinden, niet meer losgezien kan worden van media. En die, die, die hele intieme interactie maakt media eigenlijk onzichtbaar. Dus dat is zeg maar een eerste consequentie van dat denken over leven in media. Die, die onzichtbaarheid van media, die media die vervagen uit ons, bewuste, uh, uh, ons bewustzijn en daarmee. Uh, eigenlijk een veel dominante rol krijgen in het, in het aansturen van, van alledaagse interactie. He, want dat wat je niet ziet, uh, is eigenlijk, uh, het heeft de meeste macht over jouw leven. He, dit is eigenlijk wat een psychiater zou zeggen of een psycholoog zou zeggen over je onderbewuste. He, van mensen die nooit naar therapie zijn geweest, die weten niet wat, voor, wat, wat hun stuurt en daarvoor zijn ze, daardoor zijn ze daar eigenlijk permanent slachtoffer van. Een tweede, een uitgangspunt eigenlijk van media die, 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 waar we in leven en niet meer met leven, is dat we de wereld steeds meer gaan zien in termen van media. Nou, dat heeft een aantal hele concrete gevolgen. Aan de ene kant betekent dat heel concreet voor onszelf. Dat uh, wij onszelf en elkaar vooral beoordelen op basis van uh, het feit of we ertoe doen aan de hand van selectiecriteria die door media gehanteerd worden. Dus zijn we nog steeds wel interessant, up to date? Hebben we iets nieuws te vertellen? Hebben we een status update op Facebook of Hives die ertoe doet, die mensen kunnen liken? Uh, uh, zeg maar, uh, 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 je kijkt naar de wereld zoals een journalist... of een cameraman of vrouw uh, naar zijn onderwerp kijkt. Van, van, is dit de moeite waard? Kan ik dit editen? Kan ik dit een beetje sneller laten gaan? Of moet ik dit ju nu juist even, uh, even trager inzoomen en focussen? En dat denken in de wereld in termen van media... is, is, is een heel dominant aspect. En je ziet het ook dat, dat instanties in de samenleving... zich op die manier gaan gedragen. Als zij nog maar iets over zichzelf in de media te melden hebben... Zijn zij courant, zijn zij valide, zijn zij relevant? Als ze dat niet hebben, dan waar praten we het nog over? De, deze hele discussie over het gebruik van, social me, uh, uh, van social me, sociale media door maatschappelijke instanties gaat eigenlijk over het leven in media. Daar hebben we het eigenlijk met elkaar over. En, een tweede aspect hiervan, of een derde aspect zou ik eigenlijk moeten zeggen. Van het leven in media, die onzichtbaarheid van media en daardoor het sturende van media in ons leven, het feit van dat we ons oriënteren op media als we uh, kijken naar de wereld en naar de samenleving, heeft, heeft, een, heeft een derde aspect. Die oriëntatie op de wereld in media brengt ook met zich mee dat we verwachten dat we iets aan die wereld kunnen doen. Want dat zijn we aangeleerd met onze afstandbediening, met onze joysticks, met onze computermais. Wat gebeurt er als we dat soort apparaten in ons handen vastnemen, dan verandert er iets aan de werkelijkheid die we op dat moment tot ons nemen. Als ik klik met de afstandsbediening naar het, naar het televisiescherm, dat, 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 dat ding wat u achter mij ziet, dan verandert die werkelijkheid. Als ik er met mijn computermeis mee tekeer ga, dan wordt die werkelijkheid uniek tot mijn interventie daarin en ervaring daarvan. Dat is een enorme gevoel van macht. Het is bijna, zou ik willen zeggen, goddelijke macht. We kunnen iets aan de werkelijkheid veranderen als we die werkelijkheid ervaren, consumeren, produceren, misschien niet meer de juiste termen, maar kom in media. En die verwachting van dat we iets kunnen veranderen aan de werkelijkheid, aan onze sociale werkelijkheid, zit Deels gebakken in het mens zijn. Het is een structurele waarde van media als infrastructuur, als technologie, als informatie- en communicatietechnologieën. Zij laten ons iets veranderen aan de werkelijkheid. En als we nu met elkaar even aannemen dat de werkelijkheid en media en die daarbuiten in elkaar versmelten dat de grenzen daarvan onzichtbaar worden, zoals ik al eerder uitgewerkt heb, dan, 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 dan zien we opeens een maatschappij die op een hele andere manier met zichzelf en met de wereld om zich heen omgaat. He, die, die, met de verwachting van dat er iets zal gebeuren, iets zal veranderen, dat je een, als je iets ergens op klikt, bij wijze van spreken, dat er dan ook iets gebeurt. En als het dan ook niet gebeurt, dan zijn er rapen gaar. En in die context moeten we sociale media gebruik zien: zowel door individuen, door burgers, consumenten, als eh, maatschappelijke eh, instituten. Als we in deze discussie, als we leven in media en we dan praten over het gebruik van sociale media en wat daar nou. Best practices in zijn en hoe je dat nou eigenlijk moet doen. He, als individu he, moet iedereen nou wel zijn nodige Facebook pagina hebben, een Twitter-feed, een YouTube-channel en een hives profiel enzovoort. Enzovoort. Um, en, en zowel als, als maatschappelijke instantie, als, als, als politie, als, als, als bewaking, als, als brandweer, als, als lokale overheid, als burgemeester misschien zelfs, als leidinggevende, als CEO, als bestuurslid, moet dat nou allemaal wel? Um, dan moeten we een aantal valkuilen denk ik uh, meteen uh, proberen te vermijden. En een van de belangrijkste is op de vraag of we dat wel moeten. Hè? Moeten we nou dat allemaal wel? De, 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 eigenlijk is die vraag al lang beantwoord. Uh, ja, dat moeten we. Uh, um, hoe je dat doet, dat is een interessante vraag. Dat je dit wel of niet doet is uh, volstrekt idiote vraag. Dat is geen discussie. En dat betekent niet dat ik een soort technofetischist ben die het allemaal maar prachtig vindt wat er gebeurt op je sociale media. Maar daar gaat het niet om. Want, uh, waar we het over hebben is dat, er een, dat we in een samenleving leven die uh, uh, met elkaar verkeert in de, in de context van een digitale of mediacultuur. Uh, gewend is met elkaar te communiceren en om te gaan in een sociale werkelijkheid die mede wordt vormgegeven door media en media die tegelijkertijd in toenemende mate onzichtbaar voor ons zijn. Het is met andere woorden, gewoon eigenlijk de meest natuurlijke manier van met elkaar omgaan is via media. En dat is niet zozeer goed of slecht. Het is van alles wat. Het is soms heel goed en soms heel, heel vervelend en slecht. Natuurlijk. Zoals elke vorm van communicatie goede en slechte kanten heeft. Het gaat er niet om of het goed of slecht is. Het gaat er gewoon om van hoe kunnen we verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat we met elkaar in media doen. En in dat, die discussie, die ethische en esthetische discussie, hebben maatschappelijke instanties, zowel als burgers natuurlijk, een, een belangrijke rol te spelen. Dus dat is de eerste, eerste uh, stap. Hè? Want het is niet meer goed of slecht, moeten we het nou wel of niet doen. En de tweede stap is, is, is het begrijpen van wat media, mensen eigenlijk in media vooral doen. Nou, ik zei net al eerder van dat uh, uh, de belangrijkste bron. Of de op één na belangrijkste bron van de groei van het communicatieverkeer op deze planeet is de communicatie die plaatsvindt tussen media onderling, tussen machines, computers die met elkaar praten. The Internet of Things heeft u misschien wel eens van gehoord. Wat is dan nummer één? Nou, nummer één zijn sociale media. Als mensen met media omgaan, waar ook ter wereld, besteden zij verhoudingsgewijs hun de meeste tijd aan het bezoeken van en het bijhouden van sociale media. 80% van de communicatie in sociale media, op Twitter, op Facebook, op Hives, gaat over jezelf. Dus we zijn over het algemeen. Uh, zoals collega's wel eens gezegd hebben, vooral bezig met het uh, mij vormen. Uh, het, 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 het vormgeven aan je eigen identiteit. Het, het, het uitdrukking geven aan wie jij bent in media aan de hand van die selectiecriteria van media. Of je nog wel interessant, ook courant, valide bent. Uh, daar houden de meeste mensen zich mee bezig. Het communiceren met en over zichzelf. Je kan je natuurlijk uh, uh, wat lacherig afdoen als van we zijn met z'n allen een stelletje nar uh, narcisten, hè, we kunnen niet genoeg van onszelf krijgen, maar dat is niet helemaal correct. Want een, of een, een narcist is, is, is iemand die inderdaad niet zozeer verliefd is op zichzelf, maar verliefd is op het beeld van zichzelf, maar daarbij geen publiek nodig heeft. Hè, een narcist boog zich voorover... over. In de spiegel van een prachtig vijvertje. zag zijn eigen reflectie. en kon er niet genoeg van krijgen. Wij kunnen misschien ook niet genoeg van onszelf krijgen. in media, maar daarbij zijn we wel voortdurend op zoek naar een publiek. We publiceren. En publiceren over ons eigen publiceren. Check mijn link, check mijn update. Zie uh, al die accounts van mij die met elkaar gekoppeld zijn. Uh, ik deel elke stap die ik zet op Twitter. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, een narcist zou iemand zijn op Twitter zonder volgers en zonder ook iemand te volgen. Maar echt iemand die alleen maar tweet naar zichzelf, over zichzelf en dan alleen maar zijn of haar eigen tweets leest. De meeste mensen. Ik zou zeggen, meer dan 99% van de mensen zijn, dus, zijn niet zo. Er is dus iets anders aan de hand. En dat is de sleutel eigenlijk tot het leven in media. Het is die oriëntatie op media en dan die, die, die nadruk op socialiteit, om het bij elkaar uitkomen. Het uitdelen, het uitwisselen, het publiceren van informatie over onszelf aan elkaar. We zijn dus eigenlijk met z'n allen continu bezig om verhalen over elkaar en onszelf te vertellen en te delen. We zijn dus, je zou bijna kunnen zeggen op een soort existentieel niveau dat we ontzettend op zoek zijn naar onszelf en de reden waarom we dat doen um, zou je kunnen zeggen is voor een belangrijke mate omdat um, de instanties en de cultuur die tot voor kort ons eigenlijk vertelde wie we waren zijn niet zozeer weggevallen maar hebben veel meer een soort status gekregen in onze samenleving die ook gebaseerd is op onderhandeling. He? We luisteren niet meer automatisch naar professoren zoals ik, of de president, of uh, ouders, of uh, uh, de autoriteiten, de politie, uh, wie dan ook. Om, uh, die ons vertelt wie wij zijn. Dat doen we hooguit straks in juni bij de Europese voetbalkampioenschappen. Zijn we weer even bijna allemaal Nederlander. Maar uh, dat is ook maar heel vluchtig en ook maar heel beperkt. En ook vooral afhankelijk of van Persie wel genoeg doelpunten scoort. Dus. Dus het is dat, 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 dat op zoek naar, naar. hou vast naar wie we zijn. En dat, dat, in, die, in die discussie speelden speel media altijd al een rol. Alleen nu is die rol in zoverre anders. dat we er nu allemaal me aan meedoen aan die discussie. En dan kunnen we nu wel discussie hebben. of dat allemaal wel zo relevant is. en is alles op Twitter nou wel even belangrijk. Maar daar gaat het gewoon eigenlijk helemaal niet om. Dat is een achterhoedegevecht. Zichtbaarheid van jezelf en elkaar het delen van informatie over wie zijn waar we bij horen in een leven in media waarin media zo dominant zijn dat ze onzichtbaar zijn geworden en vice versa en waardoor wij als instanties als individuen als burgers als samenleving onszelf eigenlijk steeds meer oriënteren op de wereld in media aan de hand van de criteria van media. Nogmaals dit is niet goed of slecht. Dit is de werkelijkheid van een leven in media. Nou, tot slot een enkele opmerking over wat uh, je misschien kan zien uh, achter mij. Uh, uh, voor, uh, daar is de Weaver. Uh, dit is uh, de film uh, Avatar. Uh, film van James Cameron, uh, Avatar 2 is in uh, voorproductie uh, de best bekeken film, de meest succesvolle film aller tijden wereldwijd, zelfs uh, uh, als we inflatie in, re in, in, in rekening nemen. Uh, dus daar is iets met die film. Bijna iedereen op de planeet heeft, er, heeft hem wel gezien of heeft ervan gehoord. Maar nou, wat is interessant aan die film? Die film uh, legt eigenlijk twee dingen, uh, uh, is in twee manieren interessant. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat die film is eigenlijk een soort uh, een voorbeeld van die discussie of media wel goed of slecht voor ons zijn. Want waar gaat de film over? Een, 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 een samenleving die gebaseerd is op, op uh, super geavanceerde technologie, media... Um, uh, pro probeert een planeet over te nemen, of een gedeelte van de planeet over te nemen, van een, uh, uh, een, een volk wat in volstrekte harmonie met de natuur leeft. En eigenlijk uitblinkt door het, uh, door het niet hebben of, uh, van technologie. Uh, alle technologie is natuurlijke technologie: is hout, is touwen, is bomen, it's planten uh, enzovoort, enzovoort. Alleen, dus je hebt aan de ene kant media en leven die met elkaar aan het knokken zijn de grap is alleen dat de manier waarop die samenleving gered wordt is door mensen in die samenleving op te nemen die niet echt zijn maar media zijn, avatars mensen, dus gewone mensen die dus middels een avatar het lichaam kunnen overnemen van een van de lokale bevolkingsgroepen van de navi die eh, in het blauw eh, zijn uitgedost. Dus daar zie je al, al een soort hint van die versmelting van media en leven. Die eigenlijk de, de meest interessante uh, toekomstperspectieven biedt voor ons. Dus dat is één uh, geintje zou je kunnen zeggen. De andere, uh, iets anders wat, uh, wat met uh, Avatar aan de hand is. Is dat allerlei groepen wereldwijd de film en de symboliek van de film hebben overgenomen. Om allerlei processen van sociale verandering aan te jagen. En zo is er een, een dorpje in Palestina, uh, de naam van het dorp is Bilin, waarin uh, ze elke week een demonstratie houden tegen het bouwen van een muur uh, door Israël rondom hun dorp. En ze zeggen van ja, die muur, uh, die veiligheidsmuur, die, die loopt dwars door onze landbouwgronden. En daardoor kunnen we niet meer bij, ons, bij onze, onze spullen uitkomen. En wij zijn dus eigenlijk zoals de navi in Avatar en dus ze hebben ook demonstraties gehouden, die kunt u op YouTube vinden, de filmpjes daarvan, waarin dorpelingen zichzelf uitdosten als de navi, hè, zoals u hier achter mij kunt zien, met, met lang haar en helemaal in het blauw, en, eh, om, om een politiek punt te maken. En dat, die boodschap werd wereldwijd overgenomen. Of de Dongria komt, het is een stam in oost india die uh, um, onder druk stond van een Britse mijnorganisatie, Vedanta, om uh, hun, uh, hun uh, thuisgrond, uh, waar zij wonen, uh, te ont moeten ontruimen om plaats te maken voor uh, een mijnbouw van mineralen die daar uh, onder hun dorp uh, te vinden waren, of in de buurt van hun dorp. En uh, ze spannen een rechtszaak aan en uh, uh, ze namen ook nog eens een... Um, en uh, ze, ze, ze publiceerden een advertentie in het blad Variety. Nou, ik weet niet of u dat weet, maar Variety is het blad van de Hollywood Entertainment Elite. En dus juist in dat tijdschrift, dus niet in de New York Times of in de Volkskrant, maar in Variety Magazine, uh, hadden dus ze een pagina grote advertentie van, gericht aan Jim Cameron. Jim, Mr. Cameron, uh, uh, we are the real Navy. And, and you should come and help us in Oost-India. Of uh, de Kayapo-indianen in, in het Amazonegebied in Noord-Brazilië. Kayapo uh, de, de wonen langs een rivier, de Xingu. En uh, aan het eind van die rivier is de Bra Braziliaanse regering begonnen met het bouwen van een gigantisch grote dam, de monte dam Alleen, zeggen zij, die bouw van die dam uh, vernietigt de, vis, de visgronden van de Kayapo. En uh, ook zij namen contact op met James Cameron. En in dit geval ging Jim Cameron echt ook met zijn vrouw en met een bootje langs de, uh, de Xingu. Uh, ging met hem praten. Er is ook video van uh, te vinden. Als u de uh, uh, Collectors Edition van Avatar op DVD heeft gekocht. Uh, dan zie, ziet u ook een documentaire over wat Jim Cameron de real Pandora. Pandora de planeet uh, uh, in de film Avatar. Real Pandora, uh, de Real Pandora-documentaire op die dvd, die gaat over die Kayapo-indianen. Uh, en, en, en zo ziet u de, hoe zo'n film en, 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 en de manier waarop de film uh, um, een, 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 een gevecht tussen goed en slecht verbeeldt, hoe dat wordt overgenomen door allerlei andere groepen recht over de hele wereld. En dit is een, een klassiek voorbeeld, zou je bijna kunnen zeggen, van wat er gebeurt als een samenleving zich gaat oriënteren op en in media. En natuurlijk is dit in het verleden ook wel gebeurd. Hè. Toen uh, Pink Floyd's The Wall uitkwam, gingen verzetsgroepen in Afrika uh, luidzingend, uh, Another Brick in the Wall, het gevecht aan met uh, dictators. Um, en uh, alleen uh, dit is een soort uh, overtreffende trap. En uh, wat het doet, het reduceert de complexiteit van ongelooflijk ingewikkelde zaken, zoals bijvoorbeeld het Israël-Palestina conflict, tot een heel makkelijk hapbaar, behapbaar uh, verhaal, waardoor we ons heel snel ook betrokken kunnen voelen, of juist niet. Um, dat is één ding. Het maakt dingen simpeler, eenvoudiger om bij betrokken te raken. En die eenvoudige maar grote betrokkenheid zien we de hele wereld rond. Bij de manier waarop mensen geld geven aan, aan, aan slachtoffers van een tsunami. 10.000 kilometer 10 verderop. Maar niet de buurman gaan helpen als hij geen suiker heeft, bijvoorbeeld. Um, dus het, het, het maakt dingen betrokkenheid makkelijker. En um, tegelijkertijd um, laat het ook zien hoe we ons uh, uh, misschien steeds meer gewend raken om onze de meest heftige emoties en vormen van betrokkenheid uitdrukking te geven in media, waardoor misschien we wel contact verliezen. En hier begin ik toch maar met een klein beetje een kritische kanttekeningen plaatsen met wie we echt zijn. Want dat weten we niet. Want daarvoor en daarna zijn we naar op zoek in media. Dank uh, voor de aandacht. En voor vragen of opmerkingen over deze video, verwijs ik dolgraag naar mijn e-mail, naar mijn Twitter-account, Mark Deuzen. Uh, naar mijn Facebook-pagina. Uh, daar kunt u ook allerlei meer informatie over uh, het Boek Media Live vinden. En uh, ik zet de discussie graag uh, online in media voort. Dankjewel.